Bij Ecomobiel praat ik met Frank. En Frank is al heel lang bezig met in 80 dagen de wereld door met een elektrische auto. Hoe staat het ervoor? Gaan we van start en wanneer en met hoeveel teams? Frank Manders, je bent, hoe lang ben je al bezig met de wereld door in 80 dagen met elektrisch? Nou, we hadden het idee ergens in 2011, dus dat is 8 jaar. Wij dachten 2012 komt de Tesla Model S, dus in 2015 heeft iedereen fatsoenlijke elektrische auto's. Ja. Maar het duurt wat langer. Het duurt wat langer. Hoe staat het ervoor? We zijn nu 2019. Ja. Wanneer gaat de wereld door in 80 dagen met elektrisch? Wanneer gaat het van start? Nou, in 13 juni 2020 vanuit Parijs vertrekken we en dan gaan we van start en 80 dagen later zijn we natuurlijk terug. 9 jaar later. Oké, wat gaat de rit? We beginnen in Frankrijk, dus bij die grote beurs. Ja. Waar gaan we dan heen? We gaan dan naar Kazachstan, naar de nieuwe hoofdstad, Nur-Sultan. En vanaf Nur-Sultan gaan we door naar China, naar de kust. Zetten we iedereen over naar Canada, naar Vancouver en dan naar San Diego. Met een schip of zo? Met een schip of met een vliegtuig, afhankelijk van wat wij op dat moment als meest duurzame brandstof kunnen inzetten. Ja, dus wel... dat zijn schepen natuurlijk, dus oké. Okay. Maar dan heb je dus even wat... Maar tellen die mee? Nee, dat zijn geen race dagen. Oké, dus in 80 dagen exclusief de 4 weken die je dan nodig hebt voor de oceaan of zo? Juist. Okay. En dan naar... En dan? Dan gaan we dus naar Canada? Ja, San Diego, Cancun, Marokko weer een oceaan oversteek, Monaco... En van Monaco terug naar Parijs. Oké, dus dat gaat in juni volgend jaar gebeuren. Hoeveel teams heb je? We hebben 4 teams officieel aangekondigd. En er zijn nog een stuk of 6, 7 teams waar we mee in onderhandeling zijn. Die proberen om gewoon het geld bij elkaar te krijgen. Hoeveel moet zo'n team eigenlijk hebben om dat een beetje te doen? Inschrijfgeld? Inschrijfgeld 45.000 euro. En dat is dus inclusief de oceaan oversteken voor het voertuig. Twee stuks? 2 stuks. Oké. Okay, ja. En dus het voertuig en de mensen. En de mensen. Oh nou, dat is nog een koopje dan. Want dat is een heel gedoe. Ja? Dat is een heel gedoe. Ja. Daarnaast kunnen ze het zelf natuurlijk gesponsord krijgen. Ja. En als het goed is kun je dat budgetneutraal doen voor jezelf. Ja, oké. Okay. Nou, maar goed, je hebt dus ook inderdaad ook nog wel... Want die teams hebben die... wat zijn de grote sponsors van die teams tot nu toe? Zijn dat... bedrijven of rijke mensen of zijn dat de teams zelf? Sommige van de teams zijn gewoon ingeschreven met hun eigen overtuiging en zijn nu sponsors aan het bijzoeken. Ik heb geen overzicht van wie hun sponsors zijn. Dus kan en wat heb je? Vertellen. Een team uit welke landen? We hebben een team uit Engeland, eentje uit Frankrijk, uit Verenigde Staten en uit Bangladesh. Oké, okay. En wie heb je uit Nederland? Niemand. Geen maar je bent een Nederlands initiatief. Je bent al die jaren bezig vanuit Nederland. En, wat is er aan de hand? Bangladesh? Ja. Bangladesh? Bangladesh, ja, inderdaad. En Nederland doet niet mee? Nederland doet niet mee. Ik denk dat we een beetje de pioniersgeest... gebeuren. Elektrisch in 80 dagen de wereld door.